Deze video is mede mogelijk gemaakt door Moods & Roots Events. De locatie voor bruiloften, feesten, recepties en meer op een unieke locatie in de binnenstad van Kampen. Samen creëren we de juiste sfeer en brengen jouw gasten in de goede mood. Steeds weer iets anders, maar gegarandeerd gezellig.
Winnaar van de Fun Obstacle Run 2015, Albert Vlier. Had je dat verwacht? Nee. Nee, helemaal niet. Nee, ja, ik werd vanochtend dus gewoon wakker om 10 uur. Toen zei ze, doe je mee? Ik denk, ah, ik heb nog een half uurtje om te eten. Ik denk, ah, doe ik wel mee. Ja, voor een sportman als jij moet het een appeltje zijn natuurlijk. Ja, aan de ene kant wel, maar ik ben wel kano en nu in het seizoen ja, loop ik ook niet eigenlijk. En ik ben natuurlijk wat zwaarder dan een gemiddelde hardloper, dus ik denk ja, dat wordt hem niet, maar blijkbaar wel. Ja, je had even een rustweek, doe je even tussendoor? Ja, gewoon voor de lol, een beetje sporten, maar kan altijd natuurlijk. Vanmorgen werd er gezegd van, hé, ga mee joh. Ja, precies. En toen dacht ik, ah ja, waarom niet? En dan pak je de winst? Ja, blijkbaar. En nu nog een rondje? Ja, ik ga nog zo een rondje met die jongen, ik weet niet hoe die heet, maar. Veel succes. Nou, dankjewel. Rianne, wat is een mooie voor de 2015 editie van de Fun Obstacle Run om al die lachende mensen binnen te zien komen. Ja, geweldig. Daar doe je het gewoon voor. Zoveel lange tijd naartoe gewerkt en ben echt blij als iedereen weer blij over de finish komt. We spraken net Albert Vlier, de winnaar van de 2015 editie, doet voor de eerste keer mee. Vanmorgen voor de gein, oh, doe mee joh. En die loopt hem gewoon even op zijn sokjes uit. Had je dat verwacht? Nee, het is toch bizar. Sommige mensen zijn zo goed getraind. Het is echt mooi om te zien. Dan sprak ik vorig jaar iemand en die vroeg ik van, valt hij hiervoor te trainen? Nee, zei hij, je moet gewoon met een gekke kop meedoen. Dat is het, hè. Fun Obstacle Run 2015. Je moet gewoon meedoen. Gewoon lachen, gieren, brullen, fun maken. Daar gaat het om. De obstakels waren dit jaar iets extremer. Ja, klopt. We hebben een hoofdsponsor gekregen, Weverbouw. En die hebben allemaal stijgers geleverd. Dus we hebben mooie klimwerken kunnen bouwen. En daar zijn we heel blij mee. Ja. Er komt een hele grote groep aan. Ga gewoon genieten. Dankjewel. Ja, dankjewel.